De AEX dit jaar 10% hoger, de Nikkei 3 keer zoveel, bijna 1% of 30. En ik denk dat de belangrijkste reden voor de sterke koersstijging van Japanse aandelen is dat ze nog steeds heel erg goedkoop zijn. En je kan natuurlijk op meerdere manieren inspelen op dure westerse aandelen. En één daarvan is op zoek gaan naar goedkope beleggingen. En één daarvan is Japan. Ik heb gekeken naar maandgegevens van Japan vanaf 1982. Met als reden, ik hou van lange datareeksen. En tot 1982 kon ik betrouwbare informatie vinden. Oké, okay, prima. Op basis waarvan is het goedkoop? Gewoon KW of iets dergelijks? KW, en daar komen we nu bij. En al sinds 1982 zijn er 497 maanden verstreken. En dat leert mij dat ik eigenlijk een paar maanden geleden 500 maanden ben geworden. En helemaal niet gevierd heb. Dat is een afdwalertje. Maar als je dan kijkt naar deze 497 maanden, dan had de Japanse Nikkei in slechts 35 maanden een lagere koerswinstverhouding dan vandaag. Okay. Dus kan je twee manieren naar kijken. De ene is dat je zegt van er was slechts 7% van de afgelopen 40 jaar had Japan een lagere waardering dan vandaag. Of 93% van de tijd een hogere waardering. Dus die aandelen zijn echt spotgoedkoop. En om het even met de vergelijking af te maken. De Verenigde Staten had 375 maanden met een lagere waardering dan vandaag. Dus dat is 75%. Dus dat is compleet het tegenovergestelde. En dat maakt juist goedkope beleggingen interessant als het alternatief erg duur is. En de vraag is van ja, aandelen zijn goedkoop, kunnen nog veel goedkoper worden. De zogenaamde value trap. Maar ik denk dat er een katalysator is ontstaan om Japanse aandelen een hogere koers-winstverhouding te geven. Is het China? Nee. Ah. Nee, kijk, Japan heeft wel heel veel handel met China. Het is een van de grootste importeurs en exporteurs. Maar dat was het een paar jaar geleden ook al. Dus China is niet de afgelopen jaren opgekomen, maar de afgelopen 20 of 30 jaar. Dus die invloeden heb je al de hele tijd. Alleen Amerikaanse bedrijven hebben op de balans meer schuld dan cash. En Japanse bedrijven hebben juist meer cash dan schuld. Dus op het moment dat de rente naar nul gaat, is het echt verschrikkelijk goed voor Amerikaanse aandelen. Want dan gaat uiteindelijk ook hun de rentekosten gaat ook heel erg naar beneden. Waardoor je echt een enorme leverage kan krijgen. Maar op het moment dat de rente stijgt, werkt dat voor westerse aandelen als een rem. Omdat wij meer schuld hebben dan cash op de balans per saldo voor de grote hoofdindices. Maar Japan werkt het juist als een enorme wind in de rug. Maar waarom hebben ze dat? Is aandelen inkopen, dividend? Ja, dividend heb ik ooit van mee nog gehoord. Doen ze verder wel gewoon. Maar het is maar ze hebben natuurlijk. Kijk, we hebben dus gezien dat de Japanse yen over de afgelopen 30, 40 jaar enorm is aangesterkt. Dus eerst was het 350 yen voor een dollar. En nu is het al in de buurt van 140 zijn. Dus die bedrijven zijn heel erg lean. Ja. En daardoor hebben ze heel veel cash op de balans. Kijk, en ik ben meestal geïnteresseerd van hoe het is. En niet hoe dingen gekomen is. En Warren Buffett zei eigenlijk bij een laatste jaarcijfers, gaf hij een heel mooi voorbeeld. Die zei van ja, ik heb meer dan 100 miljard aan cash. Dus ik bedoel, een jaartje of twee geleden, toen was de rente nul. Dus op die 100 miljard kreeg ik jaarlijks $0. Deed helemaal niks. Ja. Afgelopen jaar heb ik 5 miljard rente gekregen. Ja, verschrikkelijk. Weet je, en 5 miljard is echt een hoop. Dus ja, dat is echt een hoop. Je hebt gewoon 5 miljard gewoon aan rente gekregen. Ja, en het Japanse bedrijfsleven heeft dat dus ook. En dat kan we gewoon weer de boel gaan aanzwengelen voor extra groei. Ja. Neem ik aan dat dan. Ja, en wat je dus ook vaak ziet is dat. Want is daar de rente ook? Ik vermoed dat daar dan ook de rente net als hier echt omhoog gaat. Ik weet niet wat de inflatie daar doet. Ik bedoel, daar hebben ze yield curve control. Dus op het moment dat de rente naar 50 basispunten gaat. Oh ja. Dan gaat de Japanse centrale bank op ongelimiteerde schaal de geldpers aanzetten. Om gewoon die rente op 0,5 te houden. Alleen het is de verwachting dat niet houdbaar is. Want we hebben jaren, hebben we allemaal inflaties gezien tussen de 0 en 1%.
en soms zelfs deflaties. En nu zie je dus ook dat de vakbonden de grootste looneis in 40, 50 jaar hebben neergelegd. Mm-hmm. Dus het is echt de verwachting dat het beleid gaat stoppen van yield curve control. En dan gaat die rente omhoog en dan nemen nu al beleggers een voorsprongetje voor, weet je. En 30% in een paar maanden tijd. Dat doet, is doet dat echt heel erg goed. Ja? Dat is dat voorsprongetje wat je net... Ja, ik bedoel, kijk, en daarna is het dat denk van, hé, wat stijgt, wordt onderzocht. Weet je, en op het moment dat je in 93 van de tijd een hogere waardering krijgt, en het gaat nu stijgen, kan dat een interessante manier zijn op het moment dat je denkt van, hé, Jeff kan misschien wel eens gelijk hebben. Ik vind put-opties lastig. Niet iedereen die het verhaal van Jeff helemaal mee eens is, zal denken van, ik denk niet na, ik koop gewoon die put-optie. Ik bedoel, ik zelf denk altijd, welk percentage premie moet ik betalen? Dat vind ik wel weer lastig. Mm-hmm. Dus voor de beleggers die denken van, ja, ik vind het lastig, ik wil me er eigenlijk niet zo in verdiepen, kan je altijd ook nog beleggingen zoeken die wel laag gewaardeerd zijn. Nou ja, ik heb in het voorbereiden van deze podcast de tip terugblik van jou, Karel, heel even bij bekeken. Dat was de iShares Core MSCI Japan ETF. Japan ETF. Ja, ik zat zelf ook precies ertussen in Japan en Japan. En die achtte jij toen nog koopwaardig. Dat is ook nu nog een mooi product waarmee je kan inspelen op een eventuele... Ja, zeker. Ik volg niet de Nikkei, maar de MSCI World. Persoonlijk vind ik altijd wel een fijne beleggingsmethodiek om een index te bouwen. Want de Nikkei is dat het bedrijf met het grootste bedrijf niet de zwaarste weging krijgt. Ja. Je krijgt de zwaarste weging wanneer je de hoogste beurskoers hebt. Dus stel je hebt een aandeel van 10 yen en je hebt een aandeel van 100 yen. Mm-hmm. Dan verdient het aandeel van 100 yen een 10 keer zwaardere weging. Dus een prijsindex. Terwijl het 100 keer kleiner kan zijn. Dus die MSCI Japan is een aantrekkelijke index. Kijk eens aan. Mooi besluit. Voorkennis.